Wat een heerlijk voetbal, met name in de tweede helft. Dat is net hoe je ernaar kijkt. Ik vond eigenlijk de eerste helft beter, zeker het eerste half uur. Er werd goed gecombineerd, de bal ging van voet naar voet, zoals we het ook graag wilden. En we konden vandaag onze energie ook koppelen aan redelijk goed voetbal. Maar dan het begin van die wedstrijd, eerst maar eventjes, hè, na 48 seconden. Wat gebeurde er? Ik heb het niet eens goed gezien, want ik zou net gaan zitten. Het was binnen een minuut. En ik begreep dat de bal er ineens achter gestoken werd, omdat wij niet goed opletten. Nou, je weet dat ze dat bij Nijkerk wel kunnen. En ook gelijk zien, het is een geroutineerde ploeg. Staat Jardy op dat moment niet te ver voor zijn doel? Die kwam inderdaad misschien iets te vroeg. Maar goed, die schat zo'n situatie ook in, maakt een keuze. En dan maak je ook wel eens de minder goede keuze. Ja, maar die momenten die zagen we met name in dat eerste half uur nog een paar keer. Je bedoelt de counters van NEC. Ja, maar goed, als je op de helft van NEC speelt en je weet dat ze vanuit de omschakeling spelen, dan kan dat gebeuren. Maar ik vond het niet echt dreigend, tegen jou gezegd. Misschien wel dreigend, maar geen 100% kansen. Of ik moet me nu vergissen. Nee, helemaal niet. Maar er waren wel momenten dat het ook door een miscommunicatie achterin wellicht al eerder in het nadeel van Nunspeet zou zijn geweest. Dat zou kunnen. Dan moet ik eerst straks de samenvatting en de wedstrijdbeelden een keer zien. Kijk, communicatie is en blijft belangrijk. Dan maak je het heel makkelijk mee met elkaar. Je bedoelt misschien één keer in de opbouw, in de eerste fase opbouw, dat we die bal verspeelden. Ja. Ja, goed. Ja, dat is een verkeerde keuze. Hij kan hem ook gewoon kaatsen op de keeper en dan is er niks aan de hand. Nou, dan komt Nunspeet al in de 8e minuut weer op gelijke hoogte. Is wel lekker voor zo'n wedstrijd, hè? Voor de ploeg met name. Want het was toch een dikke domper als je binnen een minuut op 0-1 komt tegen een... gewoon een goede ploeg, Nijkerk. Simpel zat, goede spelers in. En ja, dat was heel belangrijk dat we snel weer die aansluiting hadden en gelijk konden trekken. Stand. Ja, en dan die tweede helft. Maar een heerlijk voetbal over en weer. Goed begin van die tweede helft. Met zeker prima kansen. Ja, nou ja. Net wat ik zeg, vorige week konden we het niet volhouden. En misschien had het ook te maken met het feit dat we toch niet meer gewend zijn om gras te spelen natuurlijk. En vandaag vond ik dat we het redelijk lang konden volhouden. En in de laatste fase kwamen er natuurlijk ook grote ruimtes. Omdat beide ploegen wel voor de winst speelden. En ja, die valt dan aan onze kant. En vervolgens krijgen we in de counter natuurlijk nog wel even een paar mogelijkheden. Die we dan niet benutten. En dat moet zeker beter, want we hebben snelheid genoeg voorin. Maar wat we ook zien, met name in de tweede helft, is dat het veel meer voetbal is, hè? Mekaar weten te vinden. Dat zeg ik, je hebt gelijk. Er werd beter gevoetbald dan de vorige week, tweede helft bijvoorbeeld. Ja, want toen was er volop druk, hè? Ja, dat was gewoon een goede ploeg, Bol. Volgens mij winnen ze vandaag ook van Zuidvogels. Ja, dat kan allemaal zomaar. Stand op de ranglijst, ja, nu eventjes boven de streep, gelukkig weer. Is dit het Nunspeet wat we graag willen zien of is er nog veel te doen? We kunnen nog beter. Straks als we iedereen erbij hebben, dan hebben we ook even iets meer balans, denk ik, in het team. En nu kunnen we het met heel veel energie en teambuilding, teamwork, kunnen we goede resultaten halen. Dit doet het team goed, hè? Twee overwinningen achter elkaar. En jou ook als trainer, denk ik. Ja, doet iedereen goed natuurlijk. Maar ik raak niet in de war. Ik weet hoe de situatie is. En ik ga er nog steeds van uit dat onze doelstellingen zijn zoals we ze vooraf besproken hebben. Nou, zo doorgaan. Dat is een voorwaarde, anders haal je dat niet. Goed, dankjewel. Fijn weekend. Prettige avond. Dat was het vanaf de Wildzang. Waar Nunspeet vandaag speelde tegen NEC Nijkerk. En 2-1 winst, zegevierend van het veld ging. Dankjewel, Fred Pietersson. Het ging even iets anders wat de timing betreft, maar dat geeft allemaal niet. Het past allemaal gewoon in het derde uur. Want we zijn nu aan het einde van het derde uur van het programma Sportmarathon na reclame nieuws.